Hallo, welkom bij de Vier Kiekens on tour. Ik heb eigenlijk ja, nieuws voor jullie, want deze paasvakantie zal België een kinderpretpark of kinderspeeltuin rijker zijn: namelijk Beverland in Mazeik. En hier zie je dus al een, uh, ja, een foto van hoe het er van binnen gaat uitzien. Maar kijk, dit zijn dus al de attracties. Die er zouden staan. In het binnenspeeltuin zal dat een blokkenbad zijn. Een sweeper. En een sweeper, daar denk ik dat ze dit mee bedoelen. Een ja, zo speeltuig, een interactief speelmat. Of wat je het ook moet noemen. Een lunaloop. Een lunaloop is dit. Ik heb dat nog nooit eens gezien. Bij deze. <laughs> Oei, uh, dan heb je ook een hele grote speelkooi. Peutersone, blijkbaar. Een paarmol, Die heb je al gezien, zeg maar, um, op de afbeelding daar straks. Een reuzenspeelkooi. En een butterfly die heen en weer gaat in vrije val. En dat is eigenlijk deze. Dat is, ja, dat je omhoog wordt getrokken. Uh, op een, ja, op een, op een uh, mini-lift, zeg maar. En dan word je losgelaten. En ga je eigenlijk heel de tijd, ja, heen en weer, hé, zeg maar. Um, en dit uh, wordt door vele. Door vele pretparkliefhebbers ook gezien als een, uh, ja, als, een, uh, als een coastercredit, zeg maar. Dus ik denk dan er veel mensen naar daar gaan. Um, Voor een dien te doen, <laughs> dat die toch op de creditlijst staat, zeg maar. Uh, zelf zou ik er eigenlijk ook wel een keer naartoe willen gaan. Uh, maar het is wel een goed twee uur en een kwart van mijn deur, dus... Ja, buiten heb je dan een klimtoren, een klimvulkaan... Een uh, springkussen, een piratenboot en een vliegende Hollander. Nu, de vliegende Hollander weet ik niet wat ze mee bedoelen. De enige vliegende Hollander dat ik ken is van de Nefteling en dat is een splash. Dus had er misschien een mini-splash zijn van kinderen? Ik heb er echt geen idee van. Nu, uh, ga ik zeggen... Kijk, wacht ik. Ik ga een keer non-depie. Voilà. mij. <laughs> dus dit zal het dus zijn, de opbouw uh, veel ga je denk ik niet zien. Ga ik kijken. Wil ik een refreshen. Ah. Too many days in the darkness Dus, zoals je ziet, heb je het ge... ja, is het op. Euh... Mijn excuses. <g stOOL> is het uh, in de paasvakantie dat het open gaat? Dus eigenlijk niet zo lang niet meer. Um, maar, 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 maar. Kijk, dus ze zijn dus heel duurzaam: eh? zonnepanelen, warmtepompen, vloerverwarming. Er is gratis parking, dat is altijd goed meegenomen. Er is ook gratis wifi dat je kan gaan vragen dan aan het onthaal. Onze binnenspeeltuin is volledig uitgerust met Airco. En dan heb je praktische tips voor je bezoek. Picnic of eigen drankjes zijn niet toegelaten. Dus die ga je allemaal daar kunnen, uh, ja, kunnen kopen. Beverland is uiteraard rookvrij. Honden, uitgezonderd blinde geleide en begeleidingshonden, maar ik dacht dat je stel, <laughs> Zijn niet toegelaten. En Wifi ja, is gratis de code aanvragen. Uh, maar maar, maar, maar. Kijk, ik kan ook werken bij Beverland. Kan ik het doen? Nee, ik ga Bellenwaardenparken niet verlaten. Neem een kijkje op de job. Dus dat, kijk, voor de mensen die eigenlijk nog geen job hebben, voilà. Dit zoeken ze nog: keukenverantwoordelijke, kassa-bediende, horeca-medewerker, onderhoudsman en vrouw. Dan heb je flexiejob, keuken- en zelfbedieningstoog. Studentenjob van in de keuken. En bediening van de attracties. Oké. Okay. Eeeeh, uh, even kijken. De eerste toestellen zijn toegekomen. Ah, kijk, dus zo gaat die butterfly er dus uitzien. Echt in het thema, ja, de, de, de ja, bever. Ja, de, de, de boomstam, zeg maar, van de bever. zit uh, er wel gecute uit. <laughs> dat wel, dat heb je hier in draaimolen, inderdaad. Hier, de paardenmolen. Ehm, um, er staat ook op, de ander waarschijnlijk. Ja, ik denk dat er -tot ook waren. Ik weet het nu niet meer. Ik kan feestjes geven. Ah oh, ja, maar dat is allemaal voor later. Mm -hmm. Individuele tarieven. Alle attracties zijn in de prijzen inbegrepen. Het is 12 euro. Voor eigenlijk kinderen. En volwassenen zijn gratis. Nu is mijn vraag: Ik heb geen kinderen. Maar als ik daar op bezoek wil gaan, had ga ik dat moeten betalen? Of had ik dat gewoon ook gratis binnen kunnen? Ga ik op die een butterfly bijvoorbeeld kunnen? Ga ik op die een luna loop kunnen? Ik weet het niet. <laughs> maar uh, ik wilde deze eigenlijk vooral delen uh, met de mensen die, ja, die, die kinderen hebben, gezinnen, die weten wat ze kunnen doen in de paasvakantie. Ik moet je zeggen, het thema, um, thema spreekt me wel echt aan. Dus ik zou wel eens graag willen gaan kijken naar daar, hoe dat het eruit gaat zien. Want ja... Een nieuw kinderpretparkse in België. Allee, wie had dat ooit gedacht? En ik denk ook na de corona en met de regels die allemaal eigenlijk ja, bijna gedaan zijn, moet je zeggen... Uh, dat het toch wel uh, ja, iets, heel, iets heel leuks is om naar uit te kijken. Zeker voor kinderen. Dat is ook een uh, surprise, zeg maar. Dus ik zou zeggen, neem eens een kijkje. En ik zal, uh, ja, ik zal proberen er zelf ook wel eens naartoe te gaan. Maar ik kan niet garanderen wanneer. Waarschijnlijk ga je... Als je gaat zoeken op YouTube, ga je waarschijnlijk al um, ja, filmpjes zien van andere mensen die er naartoe zijn gegaan. Maar ik zou zeggen, doe het. Doe het, doe het, als je kan, doe het. Want het ziet er heel erg leuk uit. Voor de rest nog een prettige dag, hè.